onder leiding van professor meester A.C. Josephus Jutta, die in Den Haag de geluidsstichting vertegenwoordigt, heeft men daar een interessante proefneming ondernomen. Daar is namelijk een stilteweek georganiseerd met krachtige medewerking van de verkeersbonden en van de gemeentelijke politie. De bedoeling daarvan is met een klemmend beroep op het publiek te demonstreren hoeveel lawaai zelfs in een moderne en bedrijvige stad kan vermeden worden. Lawaai is een overbodige overlast die wij elkander aandoen. Lawaai is een aanslag op uw gemoedsrust, op mijn gemoedsrust, op de gemoedsrust van onze buurman. Lawaai is altijd een teken van slechte machines of van slechte manieren. Onze eeuw is een eeuw van veel machines en daarom van veel lawaai. Het lawaai dat de machines maken, dat is de wraak die ze op ons nemen, wegens ons gebrek aan zorg. Gebrek aan zorg bij de afwerking, gebrek aan zorg bij het onderhoud. Een perfecte en een goed gebruikte machine loopt geruisloos. Het lawaai dat de mensen maken, is soms een barbaars overblijfsel, soms een barbaars aanwendsel. En vaak is het onnadenkendheid, onachtzaamheid, die vermeden kunnen worden. In al zijn vormen is het lawaai een kwaad. Het lawaai is een bedreiging van de beschaving en de cultuur. Bewijs uw naaste en vooral uzelf den dienst van zonder lawaai door het leven te gaan.